Dank voor dit boek en het is een boek wat ik zeker ga lezen, want Marco Kroon is een uniek mens, maar de kapitein Kroon is ridder militaire Willemsorde. En als zo iemand een boek schrijft, dan is dat op zich al een uniek feit. Maar ik ga het ook lezen omdat het een stuk geschiedschrijving is, waarin de operaties van Afghanistan zijn vastgelegd. En dan niet van bovenaf in rapporten en feiten, maar van onderaf met gevoel en emotie. Wat maak je mee op de grond als je vecht? En vooral daarom zal ik het ook lezen. Want ik weet wat het is als je mensen naar buiten moeten, de poort uit en je moet gaan vechten. In elk conflict komt een moment dat je dat moet doen. Dat je je mensen fysiek moet beschermen en dat je je vijand in de ogen moet kijken. En dan kom je alles tegen. Stress, hitte, stank, emotie, dorst. En dan komt het aan op moed, kameraadschap en leiderschap. Dat heeft hij bewezen en dat zal vast ook in dit boek staan. Dank voor dit boek en het is een boek wat ik zeker ga lezen, want Marco Kroon is een uniek mens, maar de kapitein Kroon is ridder militaire Willemsorde. En als zo iemand een boek schrijft, dan is dat op zich al een uniek feit. Maar ik ga het ook lezen omdat het een stuk geschiedschrijving is, waarin de operaties van Afghanistan zijn vastgelegd. En dan niet van bovenaf in rapporten en feiten, maar van onderaf met gevoel en emotie. Wat maak je mee op de grond als je vecht? En vooral daarom zal ik het ook lezen. Want ik weet wat het is als je mensen naar buiten moet, de poort uit en je moet gaan vechten. In elk conflict komt een moment dat je dat moet doen. Dat je je mensen fysiek moet beschermen en dat je je vijand in de ogen moet kijken. En dan kom je alles tegen. Stress, hitte, stank, emotie, dorst. En dan komt het aan op moed, kameraadschap en leiderschap. Dat heeft hij bewezen en dat zal vast ook in dit boek staan.